Veel ouderen die nog thuis wonen, verliezen gaandeweg het contact met anderen. De Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Hoe? Door samen uit te gaan. Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur tot deur. Alles wordt geregeld om de thuiswonende ouderen zorgenvrij te laten genieten. Bijna alles wordt voor u geregeld. U wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw. We zijn hier zo straks aangekomen met een auto vol mensen die graag naar het theater gaan. Samen met andere gasten gaat u gezellig naar de bioscoop, museum of theater. U begint met een kopje koffie vooraf en maakt kennis met de andere gasten. In de pauze geniet u van een drankje. En u wordt na afloop weer veilig thuisgebracht. Vier het Leven telt landelijk meer dan 1500 vrijwilligers, veelal zelf ook cultuurgenieters. Zij zorgen voor de persoonlijke begeleiding. Hij of zij begeleidt per uitje maximaal 3 personen. Zij regelen ook de entree, de garderobe en de consumpties. Samen uit, samen genieten is het motto. Vier het Leven organiseert ook bezoeken aan bijvoorbeeld de Twickeltuinen in Delden. En ook dan wordt u thuis opgehaald en weer teruggebracht. De gastvrouwen en gastheren wandelen met u mee en regelen een kopje koffie of thee. Vooraf, tussendoor of achteraf. Altijd tijd om even gezellig met elkaar te praten. En niet zelden worden vriendschappen gesloten. Vrijwilliger zijn bij Vier het Leven, dat is een hele leuke vrijwilligersactiviteit. Je gaat met mensen een leuke theatervoorstelling bezoeken. Je gaat misschien, zoals hier, naar die prachtige tuinen van Twickel. Je gaat dus met mensen iets doen waar ze gezien hun leeftijd eigenlijk alleen niet meer aan toe kunnen komen. Je onderneemt het samen, dus je bent samen uit. Vier het Leven kan rekenen op steun van culturele partners, sponsors en donateurs. Samen helpen zij duizenden ouderen in heel Nederland op weg naar nieuwe belevenissen. Om er naar uit te kijken, om mee te maken en nog lang van na te genieten. Is dit allemaal gratis? Nee, maar de prijzen worden zo laag mogelijk gehouden. Hoeveel een avondje uit of een middagje cultureel kost, ziet u in het zorgvuldig samengesteld programmaboekje. Hoe werkt het? Dat vertelt Anita Stroot, regiocoördinator Overijssel van Stichting Vier het Leven. Ja, hoe werkt het? Men kan bellen naar Stichting Vier het Leven en dan kan men een welkomstpakketje aanvragen. In dat welkomstpakketje ontvangt men een inschrijfformulier, een programmaboekje waar men zo'n 50 uitjes uit kan kiezen. Daarnaast een flyer en vervolgens een werkwijze hoe het verder allemaal werkt. Dat is geheel vrijblijvend. Dat betekent dat er geen contributiegelden of lidmaatschapsgelden aan vastzitten. Men kan kiezen dan voor een voorstelling waar men naartoe wil. En achter de schermen wordt het bij Vier het Leven door de locatiecoördinatoren, dat zijn ook vrijwilligers, allemaal voor de gasten geregeld. Vier het Leven is er juist voor om drempels weg te halen. Een van de drempels is, als mensen voor de eerste keer meegaan, het soms best wel moeilijk vinden. Van ja, dan komt er een gastvrouw of gastheer voorrijden met de auto en die ken ik niet, nog nooit eerder gezien. Dan zeggen we wel eens van goh, neem dan een ander vertrouwd persoon mee, bijvoorbeeld een buurman of een dochter, waardoor we dan niet één persoon ophalen, maar juist 2 mensen. Verder horen we nog wel eens de drempel, ja, men moet men toch wel een handicap hebben of ze... Maar ook dat is niet het geval, want wij nemen zelfstandig wonende mensen mee. Dat betekent ook dat mensen zich wel zelfstandig moeten kunnen redden. Want onze vrijwilligers zijn geen verzorgende en ook geen verpleegkundigen. Als u daarnaast afhankelijk bent van een rollator of van een stok of van een opklapbare rolstoel, is dat geen probleem. Die nemen we gewoon mee achter in de auto. Maar zelfstandig naar het toilet is bijvoorbeeld dan wel een vereiste. Verder horen we nog wel eens van, ja, maar het kaartje is zo duur. Het kaartje is inderdaad ook wat duurder dan in het theater, maar dat komt omdat het een compleet arrangement is. Dat houdt in dat de vervoerskosten erbij in zitten, de garderobekosten, de parkeerkosten, daarnaast de begeleiding van de gastvrouwen en gastheren, consumpties zitten erbij in, boekingskosten en daarnaast ontvangt u, doordat u ingeschreven bent,
3 keer per jaar een programmaboekje waarbij u dan steeds opnieuw weer een uitje kunt kiezen. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon vrijblijvend een keer uit. En als u denkt van, dit is echt 3 keer niks, ja, dan kan u de keuze maken om niet weer mee te gaan. Maar tot nu toe, als mensen 1 keer over de drempel zijn en ze zijn 1 keer meer geweest, gaan ze vaker mee. En dan hoor ik alleen maar mensen zeggen, wat was het een onvergetelijke avond of middag. Ik kijk alweer uit naar het volgende uitje. Dus mensen, ik zou zeggen, doen. Je gaat nooit in je eentje naar de schouwburg, dat doe je niet. Ik was pas weduwe, toen zag ik zo'n heel klein advertentietje in een blad voor ouderen. Ik denk, daar bel ik eens heen. En ik was de eerste keer was ik meegegaan en ik voelde me net een koningin. Je werd opgebracht en het tafeltje stond klaar en ik vond het geweldig.